en pas binnengelopen bericht en schakelen daarvoor live over naar onze reporter ter plaatse. Dag Jinte, je bent in Zerkegem, geloof ik? Goedenavond Linde, ik sta hier in het centrum van Zerkegem. En je bent er met een bepaalde reden, is het niet? Wel, ik heb hier net een rare man gezien. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ik was toevallig met onze ploeg hier op de kersthappening. En we liepen hem tegen het lijf en we hebben hem kunnen strikken voor een interview. En is dat hier naast je veronderstelling? Ja, Tom staat hier naast me. Tom, waar? Je lijkt wel een clown. Waarom ben je in dit kledij naar Zerkegem afgezakt? Wel, ik dacht eigenlijk dat het vanavond de foute beachparty was. Ja. Maar ik denk dat ik mij vergist heb. Wacht. Oei, het is 11 februari 2017 en niet vandaag. Oh. Het is blijkbaar vandaag de kersthappening. Oh. Die foute beachparty, vertel ons daar eens wat meer over. Wel, die foute beachparty, dat is een beachparty, maar die dan een beetje fout is. Dat is voor alle ouders en kinderen van de loopbrug van Zerkegem. Ja? En die is op 11 februari 2017 vanaf 5 uur 's avonds. En ik heb gehoord dat er cocktails zijn, dat er limbo-dans is, dat er van alles lekkers is om te eten. Kunnen we ook achterhalen waar we moeten zijn? Inderdaad. Waar moeten we zijn voor de foute beachparty? Wel, die foute beachparty die gaat door in de zaal van Zerkegem, namelijk het Sarcoheem. En dat Sarcoheem dat ligt in het midden van Zerkegem. Je kan dat niet missen. Dus 11 februari, vanaf 5 uur, Sarcoheem. Ouders en kinderen van de loopbrug van Zerkegem. Ik zal er zijn en nog 999 andere mensen. Goed? Amai. Ja? Dankjewel. Amai. Dag. Bedankt voor het gesprek. Naast mij staan er een paar kinderen. Ik heb een vraag voor hen. Wie komt er allemaal van jullie naar de foute beachparty? Nee! Oké, dat is duidelijk. Nu weten we hoe dat is. Stil in de vork zit. Dit was Jente in Zerkegem. Nu gaan we terug over naar Linde in de studio. Zo, bedankt Jente. Zo, beste kijkers. Hiermee sluiten we het nieuwste nieuws af. We hebben één hoofdpunt en dat mag zijn dat we allemaal uitgenodigd zijn op de foute beachparty van de oudervereniging 11 februari 2017 om 5 uur. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.